hem niet van achter de toren in ieder geval. Nee. Achter de toren van Astrid Bussing. Achter de toren, dat betekent dan als ze niet van in Westkapelle komen. Van Westkapelle komen en dat ze dan van Amsterdam. En ik heb een hekel aan die hele grote steden. Want in die grote steden wonen alleen maar kakkers. De documentaire die de jury het meest overtuigde, vertelt in poëtische beelden, vervatte en mooi gemonteerde verhaal over de veranderende vriendschap van een groepje onzekere volksjongens. Het Gouden Kalf voor de beste korte documentaire 2013 gaat dit jaar naar Astrid Bussing voor Achter de Toren. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik ben net vorige week bevallen van een zoon. Dus ik had niet verwacht dat dit zijn eerste speelgoedbeestje zou zijn. Maar hij is er vast heel blij mee. Ik wil even een paar mensen bedanken. Mijn editor allereerst, Rietje Ziens, die er helaas niet kon zijn vanavond, maar er wel zou moeten zijn. De film echt samen met haar gemaakt. Producer Marije Jager, Jan-Willem Bult van de KRO. Rogier Timmermans, cameraman. Toch even spieken. Sander en broeder Bas Loopman, Carla van der Meijsen, geluid. En natuurlijk de sterren van de film Willem en Ivan. Juria, Bas en Roxanne, de fantastische kinderen uit. Ik ben het toch geen vergeten, hè? Dat zou heel erg zijn. Oké, Willem, Juria, Ivan, Bas en Roxanne. Anders kan ik echt niet meer naar huis. Zij zijn echt fantastisch. En heel welschappel was fantastisch. Dankjewel.